Hoi, welkom op mijn YouTube-kanaal. Een powerbank is een handig apparaatje voor als je bijvoorbeeld gaat kamperen om je telefoon op te laden. Ik kampeer erg graag en dan heb ik nooit stroom bij de tent. Wij kamperen natuurlijk met een tent hè, en niet met een caravan. Soms kan je natuurlijk helemaal geen stroom krijgen, zoals bijvoorbeeld op een festivalcamping. Een paar weken geleden was ik in België op het Graspop Metal Meeting festivalcamping en daar heb je natuurlijk geen stroom. En dan is zo'n powerbank erg handig om je telefoon op te laden. Maar zo'n powerbankje is best nog wel prijzig. Zeker als je een beetje een grote wil, zoals hier bijvoorbeeld 20.000 mAh. Die kost 45 euro. Ja, wel morgen in huis. Maar best duur eigenlijk nog. En toen ging ik een beetje kijken op eBay. En toen kwam ik erachter dat je dus ook van die powerbank behuizingen kan kopen. Maar dan zonder de batterijen erin. En dan zijn ze natuurlijk een heel stuk goedkoper. Dus hier heb ik eentje gevonden bij Banggood. Ook eentje voor 20.000 mAh. Maar dan zonder de batterijen. En dan moeten dus 5 van die 18650 cellen in. Dus die heb ik besteld. En ik wil graag die 18650 cellen gaan halen uit een oude laptop accu die ik nog heb liggen. Dus die ga ik slopen. En dan bouw ik die cellen hierin. Er gaan 5 cellen in en dat zullen dan wel 5 magische tovercellen moeten worden als je die 20.000 mAh wil halen. Want dat is wel een beetje een overdreven capaciteit. Dan zullen die cellen dus elk 4.000 mAh aan capaciteit moeten hebben. En dat hebben ze niet. Het is eerder een cel van ongeveer 2800 mAh. Dus we komen uit op een 15.000 mAh. Nog steeds erg indrukwekkend, nog steeds een lekkere grote powerbank. Maar dit soort getallen moet je niet helemaal geloven. Ik heb hier een oude laptop accu. En we gaan eens kijken of we daar de lithium-ion cellen uit kunnen slopen. Deze laptopaccu is stuk. Dat wil zeggen, als je hem in een computer stopt, dan zegt de computer dat hij hem niet kan opladen. Maar dat betekent niet dat al die cellen stuk zijn natuurlijk. De elektronica kan stuk zijn. Of één van die cellen kan stuk zijn. Of misschien 2 of 3. Maar waarschijnlijk niet allemaal. Er staan natuurlijk een aantal cellen in serie. Dus als één van die cellen stuk is, dan is al je accu waardeloos geworden. En zal die het niet meer doen. Maar we kunnen die overige cellen natuurlijk nog wel gebruiken in onze hobbyprojecten. Ze zitten aan elkaar verbonden met dit soort strips. En die zijn niet gesoldeerd, maar die zijn op een of andere manier erop geklonken. Met hele scherpe puntjes. En die kan je lospeuteren. Alleen blijven er altijd van die scherpe puntjes achter. Ja, dat doen we zo meteen met een vijltje een beetje afvlakken weer. Maar soms blijft het wel een beetje scherp, dus wel een beetje oppassen. Zie je, er blijven wat restjes achter. En die zijn vrij scherp. Nu peuter ik nog een beetje die lijn eraf en de plastic plakbandjes en zo. En dan gaan we naar binnen om de cellen 1 voor 1 te testen. De enige manier waarop ik die batterijen hier kan testen is om ze gewoon te proberen op te laden. Dus ik pak een batterij en dan meet ik even op wat de spanning is.
Nou, die is ongeveer 2 volt. En dan stop ik hem een paar uur, of eigenlijk maar een uurtje, in de oplader. En dan kijk ik of de spanning verhoogd is. Nou, als dat zo is, dan is het een goed teken. En dan leg ik hem apart. Dus ik maak eerst een soort grove sortering. Daarna stop ik dus de goede, of degene die goed lijken te zijn, stop ik nog een keertje voor een paar uur in de lader. Net zolang totdat het lampje uitgaat. Dan zijn ze dus volledig opgeladen. Als het lampje blijft knipperen, ook nog na 8 uur, dan is het niet goed. Dan moet hij weg. En als ze opgeladen zijn en ze hebben een goede spanning, dan kijk ik ook nog een dag later of ze die spanning nog steeds hebben. Als dat zo is, zijn ze goed. En als de spanning langzaam weglekt, dan zijn ze dus niet meer goed. Als ik even een batterijtje pak uit mijn oude voorraad, hier, en die meet ik op. En deze zijn echt maanden geleden voor het laatst opgeladen hoor. Kijk, dan zien we dat de spanning nog steeds 3,8 volt is. Dus deze batterijen zijn gewoon nog goed. Dat willen we zien. We willen ze kunnen opladen, volledig kunnen opladen. Dus het lampje moet uitgaan en ze moeten die spanning vasthouden. Het is nu een uur later en we gaan eens kijken wat het resultaat is van die eerste batterijen. Dus die gaat eruit. De batterij voelt een beetje warm aan. Dat is niet erg. Deze is al 3,8 volt. Dat is dus heel goed. Dus die mag zo meteen volledig opgeladen worden. Deze. Ook 3,7 volt. 3,7 volt. Dan gaan we de volgende op de testbank gooien. Laten we even kijken of we iets meer kunnen vinden over die batterijen. Ik typ in Google het serienummer in, of het type nummer. En dat staat gewoon op het batterijtje geprint, dus dat is heel makkelijk. En als ik dat intyp, dan zie ik al plaatjes in de juiste kleur. Dus dat ziet er goed uit. En hier bij secondlifestorage.com hebben ze een tabelletje met specificaties. En daarin staat dat de capaciteit 2800 mAh is. Keer 5 is 1400 mAh voor de totale, 1400 mAh voor de totale powerbank. En ik heb eerder uit andere batterijen, uit andere accu's, heb ik deze cellen gesloopt. Dat zijn die grijze. Die zijn ook van LG. Die heb ik ook kunnen terugvinden, dat zijn deze. En die hebben iets minder capaciteit, 2250 mAh. Iets minder dus. Die zou ik ook kunnen gebruiken, maar ik kan natuurlijk beter die oranje gebruiken, want die heeft meer capaciteit. Nou, dan heb ik uit een andere accu ooit een keertje deze gehaald, die groene. Dat zijn cellen van Sony. En die hebben een capaciteit van 2100 mAh. Dus nou, ook best aardig, maar weer iets kleiner. Dus ook die ga ik niet gebruiken. En tenslotte heb ik deze cellen een keer gehaald uit weer een andere accu. En dat zijn Samsung cellen. En dat zijn deze, die paarse. En die zijn 3000 mAh volgens deze gegevens. Dus eigenlijk zou ik deze moeten gebruiken. Maar ik ben nu bezig met die oranje, dus ik maak het af met die oranje. Maar misschien ruil ik ze wel stiekem om als de video klaar is voor deze paarse cellen. Daarvan heb ik er ook precies 5 namelijk. Het is nu een paar dagen later en de batterijen zijn allemaal in de oplader geweest. Tot het lampje groen werd. Dat hij stopte met knipperen. En als ik snel terugstop, dan gaat hij ook niet weer opnieuw laden. En dan kan ik even de spanning meten van de batterijen. En die is dus ook na een paar dagen nog steeds 4,2 volt. Deze dan. 4,3 volt. ...4,4 volt. Het pakje van Banggood is ook binnen. En dit is wat je krijgt. Gewoon een lege behuizing. Dit glaasje, dat moest ik er nog zelf inplakken. Het zat er los bij. En hier kunnen dus de 5 batterijen in. Nou, dat gaan we maar doen.
daar een. Oh, hij ging even aan. Goed opletten dat het plus aan deze kant zit. Zo. En nog twee. Kijk. 100%. Dan moet deze zo op kunnen. Het is gewoon dicht klikken, denk ik. Nou. Oh. Dat was een heel... Je moest hem flink dichtdrukken. Het voelt nu wel erg solide aan. Het is echt, ja, het is een heel mooi stevig buisinkje nou. Oh. Dat raampje lijkt niet helemaal op de goede plaats te zitten. Zou ik hem verkeerd om hebben opgeplakt? Nou, geloof ik toch niet. Dit is een extra feature, een zogenaamde zaklamp. Nou, het slaat nergens op. Maar dat geeft niet. Ik laad nu mijn videocamera op met de powerbank. En dan zie je dat het lampje 5 volt 2,1 ampère brandt. En dat kan kloppen, want deze videocamera laadt heel snel op. Als ik bijvoorbeeld mijn iPhone aansluit om op te laden, andersom. Dan brandt het lampje van 1 ampère. Dan heb ik hier nog een zaklampje wat ik kan opladen. Nou, het blijft 1 ampère. Ander poortje. En als ik de powerbank zelf oplaad, wat gebeurt er dan? Laat het lampje inbranden en de device stopt met laden. Dus je kan niet de powerbank opladen en tegelijkertijd weer andere dingen laden. Dat kan blijkbaar niet. Nou, dat geeft niet. Kijk, nou gaat alles weer uit. En zo gaat de powerbank uit. Hartstikke mooi. Zo, dat was een korte en een beetje eenvoudige video, maar ik hoop toch dat jullie het leuk vonden. Verrassend genoeg waren al die cellen heel. Ik kon ze allemaal weer opladen. Dus de elektro zal wel stuk geweest zijn, de elektronica van die accu. Bij eerdere accu's zag ik eigenlijk vaker dat een paar van die cellen een hele lage spanning had. En de rest van de cellen die hadden nog een spanning van boven de 3 volt. Dus die waren nog goed. Dus toen waren gewoon een paar cellen dood gegaan. Nou, ik ben zo tevreden over deze powerbank dat ik nog zo'n buizing heb besteld bij Banggood. Dus ik hoef voortaan nooit meer bang te zijn dat ik mijn telefoon niet kan opladen als ik ga kamperen. Hey, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.